Het eerste Breath Care for Kids ontbijt is een daverend succes geworden. Op vrijdag 6 september kwamen sponsoren en ambassadeurs bij elkaar in het Van der Valk Hotel Ridderkerk. Het vroege tijdstip werd met koffie snel weggespoeld en onder het genot van een heerlijke keuze aan broodjes konden zo'n 30 sponsoren van Breath Care for Kids op hoog niveau netwerken. Goedemorgen allemaal. Ik wens jullie allemaal hartelijk welkom namens bestuur van Stichting Breath. Allemaal bekende, vertrouwde gezichten op de vroege morgen. Het ontbijt stond in het teken van het komende Breath Care for Kids Gala, dat op 14 november 2013 gehouden wordt in Studio 21 te Hilversum. Dus u kunt lekker gaan genieten van het ontbijt. In die tussentijd gaan we u natuurlijk bijpraten over alles van de stichting. We hebben daar verschillende kleine projecten gedaan. Tijdens het ontbijt werd het doel van het gala bekendgemaakt. Alle opbrengsten worden geïnvesteerd in een nieuw educatief centrum in Georgië. Daar kunnen Georgische straatkinderen hun leerachterstand inhalen. Leren ze vaardigheden en krijgen ze hulp bij het verwerken van hun trauma's. In de toekomst zal dit centrum geleid gaan worden door voormalige straatkinderen die zelf uit de BREF-projecten komen. Na een opleiding geven deze kinderen zo hun kennis en ervaring terug aan de Georgische maatschappij. Ik wil toch eventjes officieel maken. We hebben een mooie oorkonde voor je dat je benoemd bent tot officieel ambassadeur van Breath Care for Kids. We hebben een oorkonde, we hebben een mooi speldje, een heel klein speldje met de P van het logo. Ook zijn een aantal nieuwe ambassadeurs benoemd. De Oekraïense voetballer Yevgeny Levchenko, die al jaren een grote steun is voor de projecten in zijn vaderland. Dragan Tjulic van Arbo Rotterdam kreeg de eer en een speldje. En ook judoka Deborah Gravenstein. Ik denk juist dat het gewoon een hele goede verbinding zou zijn als we Nederland en Georgië ook met judo, maar ook de andere landen zouden kunnen verbinden. Van harte gefeliciteerd, Deborah. Deborah had nog een verrassing voor de kinderen van Breath. Zij wil judoclinics geven in de diverse huizen. Voor zowel de sponsoren als Breath Care for Kids is het ontbijt een groot succes geworden. De bedoeling is om er een terugkerend evenement van te maken. Maar het eerste punt voor de agenda is dus het Breath Care for Kids Gala. 14 november in Studio 21 te Hilversum. Boek nu uw tafels.